Hallo Koorkevers, Chapter Groningen, Albert Oost. Tweede week van mijn vakantie en we gaan het doen. Even weer een vijver bekijken op uitnodiging van Jean-Paul. We gaan met mijn praten over filtering, die wil zijn vijver aanpassen. Ook daar ben ik weer voor. Even leuk even heen, even een praatje maken. Ik hoop dat ik daar ook even mag filmen. Ik heb de situatie voor bekijken en wat hij daarna heeft gepresteerd met een ander filter enzovoort erop. Dus ik hoop dat het weer een leuk filmpje kan worden. Beste maar weer. Hallo Koorkevers, Chapter Groningen. En ja, het is mij gelukt. Bij Jean-Paul, even, iedereen kent hem wel, vrijwilliger bij de koorshow, enorm aanwezig geweest. En ik mag bij hem filmen, vind ik wel heel mooi. Ik moest er wel tegen praten, hij zegt van nou, ik vind het niet mooi, het is het niet en het maakt het niet uit. Ik zei, je moet zelf het woord even doen Jean-Paul. Nee, doen we niet. Nou, hier laten we zo even de tuin even zien. En het is prachtig, allemaal dieren hebben ze hier. Het is echt mooi te zien jongens. En dan hebben we daar... zijn kooivijver. Hij schaamt zich ervoor. Ik zei, ja, ik vind een prachtige vijver. Helemaal zelf gemetseld. Heeft zijn eigen huis gemetseld. Moest even wat afleiding nemen. Heeft een kooivijver gedaan. Tuurlijk, ik vind het een prachtig model. En hij weet het ook. Hij zegt, wat ik nu weet is, maar hij is zo begonnen. Had hij gezegd van, ja, had het mooie ronde vormen moeten hebben. Ik kan een beetje doorstromen. Ik kan het niet doorstromen. De fouten weten we wel. Maar dit is toch een plaatje om te zien, jongens. Ik vind het echt prachtig. Daarom zeg ik het ook, jongens. Men schaamt zich veel te gauw voor een vijver. Men ziet allemaal spectaculaire vijvers. Elke vijver is spectaculair. Ik vind het spectaculair. Ik vind het gewoon prachtig. En dan komen we dichterbij. En daarom ben ik hier ook bij hem. Even ja, sowieso een biertje te drinken. Ik heb vakantie maar. De Sunset Trickle die werkt niet. Daarachter zien we een zandlopen model. Die werkt wel. Daar zit een pompje op. Waterleden erin. Dit is voor zo'n kleine meid. Bescherming als hij straks de zwemdiploma heeft. Dan gaat het eraf. Komt er een zwemtrap in en dan kunnen ze zwemmen. Alleen daar zit een bodem erin. Dus we zijn in bakkelei en er komt een grotere filter erop. Meer bioloog. En dan is hij klaar. Kijk, en dat is wat ik dus bedoel is. Even laten zien. Er zit wat rommel omheen, maar dit komt goed. We hebben al een filter bekeken die hij op wilt halen. Zo zien we ook het begin. Dus een mooi aangelegde vijver. Dan kijken we erin. En ook Jean-Paul zegt, ja, ik ben er een beetje klaar mee met de hele dagen behandelen. De bioloog groter maken, dan wordt het vijver wat weer helderder. En dat gaan we even volgen. Waar het rendement is met een grotere filter. En dat wil ik jullie toch even laten zien. Maar ja, ik vind het gewoon een hele mooie vijver. De filtercapaciteit mist gewoon even. Maar die kunnen we toch oplossen, jongens. Dit is toch mooi. En dan kijken we zo. Ik vind het geweldig. En daarom zou ik zeggen... vanuit de provincie Groningen weer. Beste man weer. Ja, en we zijn nog steeds bij Jean-Paul. En die zegt aan mij, ik heb ook een vijver in de kas. En hier beleef ik mijn meeste plezier van. Een vijver van 4 kuub. Ja, daar loopt het water eruit. Op een IPC-tank. Vol met filtermateriaal. Als je, deze vissen zijn het actiefst. Hebben nooit wat. We hebben al een paar keer gevoerd. Vissen zijn heel druk nog weer te zoeken aan de voer. En hij zegt, vanaf februari zitten we hier al lekker warm. Ik zeg, ja, maar dat is het dus. Je hebt een kas boven de vijver gemaakt. Hij zit daar op zo'n stoeltje. En dan is hij vanaf februari al zo op de vijver kijken met een kop koffie. Hij zegt, hier geniet ik meer van als mijn grote vijver. Ik zeg, ja, maar deze vissen zijn veel actiever. Druk op het voer. Ik zeg maar, hier zit een groot filter erop. Een kubus, een IPC-tank, 1000 liter. Of 4000 liter. Ik zeg ja. Ik zeg, je kan zelfs het rendement nog vergroten door iets meer water te verpompen. Hij zegt, maar ik wil ook nog een opgroeibak maken. Ik zeg, maar dit is ook een hele mooie opgroeibak. 4 kubus jongens. En ja, hij zegt, gelukkig, hij ziet het verschil. Grotere filter erop, meer plezier. Dus vandaar dat ik jullie ook even een andere vijver van Jean-Paul heb laten zien. Dat je dus gewoon ook het verschil hebt... tussen een kleine vijver en een groot filter, dat je daar meer plezier van hebt als een grote vijver met een te kleine filter, wat niet mooi is. Nou, die andere vijver hebben we gezien. Ik kom bij Jean-Paul weer en dat mag ik. En hij gaat een grote filter erop zitten. En dan kunnen we zien wat dan het verschil is. Maar dit is wel heel warm, maar ah, jongens, in het najaar, in de winter. Is toch geweldig. Jean-Paul, top. Bedankt dat ik toch mocht filmen en ik kom bij jou weer. Kijk, kooikevers, dit laat ik ook even zien. Het heeft niks met koois te maken, maar dit heeft ook Jean-Paul gemaakt. En wat heeft hij daar rood hierbij? En bijna een complete kinderboerderij. Kippen, zijn varkens lopen hier rond. Dit is toch, jongens. Ze hebben één dochtertje, Sophie.
Nou, die. En dat in Groningen, jongens. En dat heeft toch een stukje. Ja, mooi toch om te laten zien. Niet alleen kooi, maar. Dit is een hele afdrukke man, kan je niet zeggen. Een hele actieve man. De mensen van de kooishow, de vrijwilligers, hebben ook wel gekend. Hij was ook maandag met opruimen bezig en eigen personeel meegenomen. Maar dit is toch geweldig, jongens. Hoe die man hier leeft. Relaxed. En natuurlijk, we zijn druk bezig met de barbecue. Geweldig. Lekker vlees, lekker bier. Ik zou zeggen, dit is inderdaad beste maar weer uit Grun. Sophie die wil wel in beeld. Sophie, hallo. Bamboepad. Jongens, kijk even. Dat is Groningen. Dit is de bamboepad. Die gaat naar beneden, maar dan ga je niet langs. Kooikevers. Beste maar weer.